Ja, we zijn weer gereedschapscentrum, dit keer met een how-to video. Herrenscharen. Heb je een herrenschaar, dan worden ze op een gegeven moment natuurlijk ook een keertje bot. Kun je natuurlijk helemaal prima zelf je messen slijpen. Dat gaan we in deze video laten zien. Hoe pak je dat precies aan, wat heb je nodig? En dan heb jij weer een scherpe herrenschaar. Hoe zie je eigenlijk dat je messen bot zijn en dat je ze dus moet gaan slijpen? Dat is heel simpel. Je bent lekker aan het snoeien en dan krijg je eigenlijk, als je messen goed bot zijn, dan snijdt hij niet meer door je takjes heen, maar dan krijg je allemaal van die soort van gekneusde, gebroken takjes. En dan weet je, dat is hartstikke bot, dus tijd om even te gaan slijpen. Oké, wat heb je allemaal nodig? Een herrenschaar, haha, tuurlijk. Vuil, een beetje brede vuil, is wel fijn. Dat heeft als voordeel dat je in één keer de hele tand velt, in plaats van als je een kleiner veldje pakt, die eigenlijk minder breed is dan de tand. Dan heb je kans dat je de tand op verschillende hoeken gaat zitten veilen. Dat is niet handig. Word je niet beter van. Op die manier pak je hem in één keer mee. Sowieso een aantal borsteltjes om een beetje schoon te poetsen. Slijpsteentje eventueel. Oud theedoek. Even jatten in je keuken. Als die andere persoon niet kijkt. Handschoentjes. Er zijn toch best scherpe messen. Dus voor de zekerheid zorg even dat je iets van een handschoentje aan hebt. Veiligheidsbrilletje. Kan nooit kwaad. Kun je altijd opzetten. En ik heb hier ook... zeg maar een harsoplosser. Dat is een speciaal middeltje wat gemaakt is voor tuingereedschap en heggenscharen. Die lost als het ware dat soort van een beetje plakkerige harsachtige spul wat er uit je heg komt. En wat je heel moeilijk verwijderen kan van je messen. Dat lost die op. Kun je mooi schoonmaken. Ik heb hier nog een onderhoudsmiddeltje. Het smeert, reinigt ook een beetje. En dan kun je aan de gang. Alright, stap 1. Verwijder de accu. klinkt misschien een beetje flauw. Maar als je hier allemaal met je vingers in de buurt gaat zitten, is het wel fijn als je accu'tje eruit is. De meeste herrenscharen zijn natuurlijk beveiligd met allerlei dingen die je in moet drukken. Maar in de categorie better safe than sorry, haal je accu er even uit. Spray je messen in met de harsoplosser. Dus gewoon eventjes de onder- en de bovenkant om alle rotzooi eraf te halen. Even laten lopen, akkertje erin. Ja, dan verdeelt het zich mooi even over de messen. Niet vergeten om er ook weer uit te trekken. Kan het zich goed verspreiden. Komt hier je oude theedoek. Eventjes goed boenen. Zoveel mogelijk troep eraf is. Eventueel kun je nog eventjes met je borsteltje aan de gang. Om even goed te poetsen. Een heel zacht messingborsteltje. Pak niet een echte staalborstel, dan worden je messen nog botter, denk ik. Op die manier maak je even je messen goed schoon. Geen troep meer op zit die in de weg zit, eventueel bij het slijpen. Sowieso nooit slecht om één keer in de zoveel tijd even je messen schoon te maken, natuurlijk. Alright, dat is dat. Kunnen we beginnen met stap 2, het slijpen. Goed. Dan ga je één voor één je messen veilen. Probeer onder dezelfde hoek te veilen als dat je messen geslepen zijn. Als je dat een aantal keer gedaan hebt, dan krijg je er ook een beetje handigheid in. En dan doe je dat eigenlijk zonder na te denken. Het ligt natuurlijk een beetje aan hoe bot je je messen gemaakt hebt. Maar ga er gewoon een aantal keer per mes overheen. Probeer naar buiten te veilen. Dus als je eindigt, ga je die kant op, dus weg van je mes. Als je hier helemaal in dat holletje, daar zit, ik weet niet of je dat zo kan zien. Er zit een klein rond kantje aan. Ga je die kant op, dan hou je dat ronde kantje weg en dan snoeit hij minder goed. Zo ga je eigenlijk gewoon al je messen af. Even handschoenen aan. Het zijn toch scherpe messen, dus als je hem doorschiet, dan heb je hem in je vingers hangen. En zo loop je gewoon al je messen langs. De linker en de rechterkant. Natuurlijk ook nog een onderkant. Nou, dit zijn dubbel geslepen messen, dus ook aan deze kant zit een messenrij. Die loop je allemaal langs. In dit geval, ik weet niet of je het zo kan zien, zitten die messen eigenlijk, aan deze kant zou je ze kunnen doen, maar aan deze kant zit je eigenlijk deze dan aan de onderkant kapot te veilen. Dus dan moet je je messen even opschuiven. In dit geval even akkertje erin. Even een klein beetje laten lopen, zodat die verspringt, zodat je erbij kan. Bij sommige herrenscharen heb je ook hier
Kijk, hier zitten altijd van die ventilatiesleuven voor de motor. Er zit meestal een soort van ronddraaiend vliegwiel achter. In dit geval kan het niet, maar bij sommige herscharen kun je daar met je vingers in. Kun je nog net even dat vliegwiel een zwiepertje geven. En dan schuiven die messen mooi op zodat je erbij kan. Ja, je kunt ze natuurlijk ook, je kunt het ook helemaal uit elkaar halen. Maar dat zou ik je heel eerlijk gezegd niet aanraden. Of er moet echt serieus iets mis zijn met je messen. Stel dat je echt serieuze bramen hebt, dus dat er echt... Ja, dat die niet bot is, maar dat er hele happen uit zijn of dat die helemaal omgebogen is de andere kant op. Dan kun je eventueel nog met een ouderwetse slijpsteen eventjes, dan zul je hem wel los moeten halen aan de vlakke kant. Om eventjes wetten daarmee, zodat hij weer helemaal mooi vlak ligt. En dan ben je good to go. Goed, je hebt je mes geslepen, alles is weer hartstikke scherp. Kun je hem nog eventjes insprayen, eventueel met de harsoplosser, gewoon even netjes. Het smeert ook een beetje. Ik heb hier ook een onderhoudsmiddeltje van WD-40. Dat is eigenlijk voor allerlei toepassingen goed, waaronder herscharen. Hier hem even mooi insprayen. Vergeet niet de cameraman even mee te nemen. Ja, dan ben je eigenlijk weer gewoon het overtollige er een beetje af zo. Is die lekker vet, loopt die lekker en zal die ook minder snel corroderen. Ook goed altijd, hè, stel dat je... Als de winter eraan komt, en dan ga je natuurlijk niet over het algemeen allerlei dingen staan te snoeien. Ga je hem dus opbergen in je schuurtje. Spray hem even in met zo'n middeltje. Blijven je messen gewoon mooi, roesten ze niet. En dan kun je in de lente gewoon weer vrolijk aan de slag. Alright, was hem. Vond je dit leuk? Laat het even weten in de comments. Abonneer je even op ons kanaal. Druk even op het belletje, laat je weten wanneer we nieuwe video's posten. Like deze video. En zie ik je later.